Hallo collega, ik ben Anne-Floor Brouwer en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een opdracht klaarzet met een OneNote-instructie erin. Ik ga dit doen hier in Vanuit Algemeen. Dan gaan we naar opdrachten. Wat belangrijk is, is dat je hiervoor wel al een Class Notebook hebt geïnstalleerd en informatie in de inhoudsopgave hebt gezet. Als je wil weten hoe je dat doet, heb ik daar eerdere tutorials over gemaakt. En die zijn hier te vinden op het YouTube-kanaal van MBO Mediawijs. Zoals je hier ziet zijn er nog geen opdrachten aan deze klas toegewezen. Dus die gaan we nu maken. En we doen een opdracht. Nou, dan bedenken we een leuke titel. Interview vinden we prachtig. Je kunt hier nog categorieën aan toevoegen als je dat handig vindt. Zoals als je bijvoorbeeld met verschillende vakken hierin werkt. Je kunt de instructies zelf invoeren, maar wij hebben onze instructies al in onze inhoudsbibliotheek in OneNote staan. Dus we gaan hem daar vandaan halen. Dus bij Resources toevoegen heb ik op geklikt en dan zie je hier ook klasnotitieblok. Ja, dan zie je hier van het klasnotitieblok dat aan dit team is gekoppeld, want we werken natuurlijk vanuit het team, zie je de inhoudsbibliotheek. Inhoudsbibliotheek gebruiken graag. En dan zie ik hier interview, die heb ik klaargezet daar. Die gaan we bijvoegen. Deze komt dan in een van deze mapjes van de studenten staan. Dus kies de sectie studenten in klas 1b 1920, notitieblok waar je deze pagina gaat kopiëren. Nou, ik vind het huiswerk. Dus dan komt die daarin te staan, dat is heel fijn. Of in ieder geval kunnen ze vanuit daar antwoorden. Zoals je ziet, hij staat hier klaar. Nou, ze krijgen er geen punt voor, is gewoon inzet, vinden we prachtig. Ik heb hem op alle leerlingen en studenten staan. En ja, vinden we een leuke einddatum. Dan gaan we hem toewijzen. Zo simpel is het. Dan gaan we even kijken of hij er bij hen ook al in staat. Dus dan laden we het klasnotitieblok. En dan kom je op de welkomstpagina. Afhankelijk van hoe je die hebt ingericht, ziet dat er zo uit. Klik je op de paarse pijl. En hebben we hier twee studenten zogenaamd. Dus gaan we even kijken. Kan zijn dat hij misschien nog moet synchroniseren, dat er even wat tijd overheen gaat. Maar hij hoort dan uiteindelijk hier te staan. En hier zien we interview. En zo heb je een opdracht uitgezet die bij alle studenten in hun eigen notitieblok komt vanuit opdrachten. Dus ze kunnen zowel hier in hun eigen huiswerkmap de opdracht zien staan als bij hun opdrachten. Bij mij ziet dat er nu alleen anders uit, omdat ik de docent ben. Fijn is dat je ook vanuit opdrachten weer kunt nakijken, zodra die ingeleverd is. Dus zodra het gemaakt is, kunnen ze vanuit OneNote kunnen ze weer inleveren. Dan kun je het hier nakijken en kun je er zelfs feedback bij geven en het weer teruggeven aan de student. En dan komt hij hier te staan, geretourneerd. Ik vind het super makkelijk om te gebruiken, helemaal wanneer ze veel moeten schrijven. En ik alsnog ook een beetje mee wil kijken met ze, of ze direct feedback kunnen geven. Ook zijn ze gewend om OneNote te gebruiken voor klassennotities. Het is fijn als dat allemaal in één plek is. Zo zou je het kunnen inzetten. Heb je een andere manier gevonden om dit op deze manier in te zetten? Laat het ons weten, we horen het graag. En vragen kun je stellen bij de reacties. Veel succes!